Ik vind het echt belachelijk, want dit is juist het leukste stukje van dit bos met die hertjes. Ja. Ik zie ze ook liever in het wild, maar de damherten van het Leidse Hout, dat zijn een soort stadsiconen. Ja, je mag er lekker omheen lopen, je mag naar ze kijken en soms komen ze naar het hek toe. Maar het is niet toegestaan om tussen de herten te lopen. Daar zijn ze niet geschikt voor. Nee, waarom zijn ze niet geschikt? Ja, het blijft toch een soort wild dier. Dus ze zijn wel hier geboren, dus we noemen het wel een tamme hert. Maar het is geen tam dier, het is toch een vluchtdier. En in de vlucht kunnen ze hoge sprongen maken en dan kunnen ze je best wel verwonden. Dus dat kan helaas niet. Maar ik dacht dat ze eerst uit mochten blijven tot ze uitsterven en dat er dan geen nieuwe meer komen. Je hebt het helemaal goed. Echt? Dus dat dat ze wel mogen blijven. En waarom mogen er geen wilde dieren? Ja, het is wij zijn toch ook wilde mensen? Ja. Omdat hij is gemonitord op zijn gedrag. Het blijft een vluchtdier. En hij heeft een klasse F gekregen. En hij is in principe best wel gevaarlijk. Kan niet gevaarlijk zijn voor de mens. Dus, wanneer is dat nou misgegaan bij die mensen dan? Hoeveel keer is dat misgegaan om in heel Nederland alle hertenkampen te sluiten? Ja, daar zou ik geen antwoord op hebben, hoe vaak het mis is gegaan. Maar het kan goed misgaan. Ze kunnen echt hoog springen, ze kunnen mensen goed verwonden. En, dat geloof ik direct, dat kan. Maar ik weet niet of u dat wel eens gezien heeft. Twee geitjes die met elkaar spelen, die dan met die koppen tegen elkaar aanslaan. Mm-hmm. Nou, dat is gevaarlijk voor kleine kinderen. Daar mogen de kinderen bij. Bij die herten mogen de kinderen niet eens bij. Deze vrouwtjesdamherten moeten de rest van hun leven het zonder een mannetje stellen. Best een uitdaging. Dat is gewoon mishandeling. Ja. Nee, dat is zo. Je hebt toch ook kortom, weer behoeftes. We vinden het echt belachelijk. Ja, we vinden het heel belachelijk. Ze doen wat in het water. Ja. Zouden ze bij mensen ook moeten doen. Ja. Nou, dat sowieso. Ja.